Blues Café bestaat 25 jaar en is al schijntje begonnen. Het Blues Café aan de Nieuwstraat in Apeldoorn bestaat dit weekend 25 jaar. De 67-jarige eigenaar van het café, Jan Kersenboom, kwam zelf niet uit de horeca, maar deed daarvoor heel ander werk. Ik heb jaren in het gevangeniswezen gewerkt. En ik hoop niet dat die criminelen luisteren, want dan slaan ze me gelijk neer natuurlijk. En later bij de kinderbescherming, als raadsonderzoeker. En ik kwam toch wel een beetje verdrietig thuis, regelmatig, omdat er zoveel ellende was. Ik werkte in de polder, de Lelystad, Almere enzovoort. En dat was niet fijn. Dus ja, ik had eigenlijk niet zoveel zin meer in. De overstap naar de horeca kwam door zijn broer. Jan, als je geen zin meer hebt, dan breed toch een kroeg. Het was een geintje van hem. En de tafeltennis mijn hele leven al. En toen heb ik de kantine van de tafeltennisclub een tijdje gedraaid. Om wat ervaring op te doen. En toen ben ik in januari 1994 hier begonnen. Toen ik hier begon dacht ik van nou, het is natuurlijk vreselijk leuk. Ik moet geen Nederlandstalig doen. Want dat is toen erg veel nadigheid geweest hier. De blues, en ik vond de blues leuk. Dat had ik toen al een beetje, als kind. Zo van die oude mannen die liedjes gingen zingen uit verdriet. En ik ga maar blues doen. Het 25-jarig bestaan wordt dit weekend uitgebreid gevierd. Burgemeester John Berends opent het jubileumfeest. Ja, dat was erg leuk. Sylvia die had het erover, die wilde graag... Het zou wel leuk zijn als de burgemeester de opening deed. Nou, dat is dat nog niet gezegd en die kwam langs lopen. Dus hij heeft hem aangeschoten. Gewoon meneer Berends, zou u misschien... Ja, natuurlijk, dat is leuk. Zodoende gaat dat ook gebeuren. Dat is erg leuk. Je gaat groots uitpakken? Nou, het is in ieder geval... Sowieso 2 dagen met 4 bands. Met de Juke Joints, Bas Paardenkoper, de Velvet Brothers en de Rude Move. En dan de zondag het allerlaatste optreden van de Too Much Blues Band. Die ook al jaren over de vloer komen hier, maar die stoppen ermee. Voor de zaterdag is er geen kaart meer te krijgen. Alleen op zondag zijn er nog een paar kaartjes te bemachtigen. De schuurbrand in de torenflat aan de Corianderstraat in Apeldoorn blijkt aangestoken te zijn. Dat heeft de politie woensdag aan de bewoners van de flat laten weten. Over de toedracht doet de politie hangend het onderzoek geen mededelingen. Toch is het vrijwel zeker dat het gooien van vuurwerk de oorzaak moet zijn geweest. De brand veroorzaakte veel rook die door het 16 verdiepingen tellende gebouw trok. De rook trok niet alleen via de trappenhuis omhoog, maar ook via de woningen. Dit tot verbazing van de brandweer. Donderdag is begonnen met de herstelwerkzaamheden die weken in beslag gaan nemen. Dat laat de beheerder Nederwonen aan de bewoners weten. De schade is voorlopig geschat op zo'n 75.000 euro. Morgen is het bewolkt met kans op motregen. De wind is matig en het wordt een graad of 6. In de avond en nacht is het zwaar bewolkt met geregeld kans op een bui. Bij een matige tot krachtige wind blijft het een graad of 6. Zaterdag is het bewolkt met kans op een enkel buitje. Zondag is het bewolkt en blijft het droog. Overdag wordt het zo'n 7 graden en 's nachts liggen de temperaturen zo rond de 5 graden.